en goedenavond. In deze in beslag genomen gebouwen van de Zusters van Liefde te Kwaadrecht bij Wetteren werd midden september 1943 de Rijksschool Vlaanderen geopend. Het spreekwoord indachtig wie de jeugd heeft, heeft ook de toekomst, werd door de algemene SS in deze school een deel van de toekomstige elite van Adolf Hitlers duizendjarig rijk opgeleid. Hier werden Vlaamse, maar ook Duitse jongens gevormd om later mede het politiek en militair leiderschap van het Groot-Germaans Rijk uit te oefenen. Aan de leerlingen, die werden jongmenner of jonkmannen genoemd, werd in de eerste plaats ingeprent nationaal-socialistisch en Groot-Germaans te denken, te voelen en te handelen. Voor een Vlaamse opvoeding was er in deze Rijksschool Vlaanderen blijkbaar geen plaats. Vandaag brengen we u de getuigenissen van enkele voormalige leerlingen van deze SS-school en van andere gelijkaardige instellingen. 40 jaar zijn inmiddels verlopen, maar hun verblijf in een instelling zoals deze Rijksschool Vlaanderen zijn zij gewis nog niet vergeten. Van zodra het nationaalsocialisme in Duitsland aan de macht was gekomen, werd beslist om toekomstige dienaars van partij en staat te vormen en aldus het Rijk van Hitler te bestendigen. In uitvoering van het verdrag van Versailles was Duitsland evenwel ertoe verplicht geworden alle kadettenscholen te sluiten. Men richtte dan maar in 1933 de nationaal-politieke opvoedingsinrichtingen, de NAPOLA, op. In 1937 de Adolf Hitlerscholen en elders ook nog de Reichsführerschulen. Al deze scholen voor jongens van de Hitlerjeugd van 10 tot 18 jaar waren in feite toch een soort van kadettenscholen, vermits de meeste leerlingen voorbestemd waren om later officier of gemilitariseerde ambtenaar in het Groot-Germaans Rijk te worden. Alles was erop gericht keursoldaten voor het Rijk te maken, met de klemtoon op lichamelijk opvoeding, sport, militaire drill, politieke scholing, elitevorming, orde en tucht in een soldateske sfeer. Voor de nationaalsocialisten was de school van vroeger uitsluitend een burcht voor geestelijke vorming geweest. Zij maakten zich daardoor tot drager en wegbaner van de liberalistische en democratische vormingsopvattingen. Hitler had reeds in Mein Kampf de richtlijnen van de nieuwe nationaalsocialistische opvoeding vastgelegd. De Volkse Staat heeft zijn compleet opvoedingswerk in de eerste plaats niet op het inpompen van massale kennis te richten, doch wel op het opkweken van een kerngezond lichaam. Slechts op de tweede plaats komt dan de opleiding en vorming der geestelijke bekwaamheden. Doch ook hier weer primeert de ontwikkeling van het karakter. Meer in het bijzonder de eisen van wilskracht en vastberadenheid, gepaard met de opleiding tot bereidwillige verantwoordelijkheid. En slechts op de laatste plaats staat de wetenschappelijke scholing. Een aantal Vlaamse jongens ging rechtstreeks naar Duitsland om er in een van de ongeveer 40 NAPOLA-scholen te worden opgenomen. Wat was dat eigenlijk, de NAPOLA? De NAPOLA was dus de afkorting van Nationaal Politische Erziehungsanstalt. Dus een gespecialiseerd opleidingsinstituut voor jonge mensen, met de bedoeling om toekomstige leiders voor Duitsland en voor Europa, voor de Europese landen in het algemeen, op te leiden. Die jongens waren van welke leeftijd? Vanaf 12 jaar tot 18. Dus eigenlijk wat men nu zou kunnen vergelijken met de opleiding tijdens de humaniora. Oh ja. En van waar kwamen die jongens? In hoofdzaak uit Duitsland zelf. Dat in hoofdzaak? Hoeveel? In hoofdzaak. Dat hoeveel betekent dat? Ongeveer 60% waren Rijksduitsers. De anderen waren wat men toen noemde Volksduitsers. Dus Duits sprekenden uit andere landen van Europa. Ik denk zo bijvoorbeeld aan Roemenië,
Hongarije, uit Zuid-Tirol. Dus Duits sprekende Italianen die in Duitsland opgeleid werden. Ook enkele Vlamingen en waarschijnlijk ook enkele Scandinaven, maar dat was een zeer kleine minderheid. Op welke grond, met welke normen waren die jongens van 12 tot 18 jaar uitgekozen? Wel, op basis van verschillende criteria. Ik denk daar dat het milieu een grote rol gespeeld heeft. Bedoelt u daarmee de ouders? De ouders en de politieke gezindheid van de ouders. Laten we dat maar stellen. Bijvoorbeeld bij voorkeur zonen van politiek geëngageerde mensen. Partijleiders, officieren, zowel van het leger als van de SS. U zegt op grond van milieu... Maar wel dus allemaal van... nationaal-socialistische ouders. Hè? Uitgesproken. Uitgesproken, ja. Oh, ja. Maar er waren geen andere normen. Ik neem wel aan dat de gezindheid van de ouders belangrijk was. Maar er waren geen andere normen. Zeker. Ik denk dat bijvoorbeeld men moest natuurlijk wat men toen noemde raszuiver zijn. Fysiek in orde. Dat wil zeggen, men moest een goede gezondheid hebben. Indien mogelijk sterk zijn. De nodige intelligentie meebrengen. Ja. Enzovoort. Wat was de bedoeling eigenlijk van de NAPOLA-instellingen of scholen? De bedoeling, denk ik, was in hoofdzaak om toekomstige leiders te kweken in verschillende facetten van de samenleving. Ik denk daaraan het leger, de algemene administratie van de staat, dus hoge ambtenaren, ook toekomstige officieren van de Waffen-SS, partijleiders in het algemeen. Hoe was de dag verdeeld? Wel, in andere woorden, was een zeer streng schema, uiteraard. Zeer militair georiënteerd, maar met toch een klassieke, wat wij nu vandaag nog noemen, een klassieke humaniora-opleiding. Bijvoorbeeld, van 8 uur 's morgens tot 13 uur was er een klassiek lesrooster. Dus ook met lessen bijvoorbeeld van Latijn, Engels, Duits uiteraard, dat als moedertaal doorging en als algemene taal om het onderricht te geven. Als moedertaal? Als moedertaal, ja. Ook voor de vreemdelingen? Ook voor de vreemdelingen. Oh, ja. En dat moest, indien het hun moedertaal niet was, zoals bijvoorbeeld voor de enkele Vlamingen die daar aanwezig waren, moest dat indien mogelijk hun moedertaal worden. Hè? Dat was wel duidelijk de bedoeling. Ik kan me voorstellen dat die jongens van 12, 13, 14 jaar die uit Vlaanderen kwamen, die dat plotseling allemaal in het Duits moesten aanleren, dat dat het een en ander is geweest. Wel, die hebben natuurlijk aanpassingsmoeilijkheden gekend. Maar op die leeftijd leert men zeer snel. En ik kan u verzekeren dat na 3 tot 6 maanden die perfect hun pan konden trekken. Vooral als men het moet leren, hè? Bijzonder dan. Ja. Nu, dus 's morgens kreeg men, laten we zeggen, een enigszins klassieke opleiding. Ja. Hè? Maar 's namiddags was het aan iets anders voorgehouden. Ja, na het middageten bijvoorbeeld was er een verplichte rust opgelegd van tenminste 1 uur. Moest men rusten, een soort van siesta zou men dat kunnen noemen. En vanaf 3 uur werd dan het overblijvende van de dag besteed aan andere activiteiten. Mogen wij misschien vernemen welke? Ja, u kunt dat in 3 categorieën onderbrengen. Ten eerste, sport in het algemeen, voetbal, atletiek enzovoort. Fysiek was zeer belangrijk. Fysiek was zeer belangrijk, dus men moest gehard worden, men moest getraind worden. Dus vandaar de sport. Ten tweede, militaire oefeningen, in de zin van... Behandeling van wapens? Ja, maar... Leren schieten? Zou ik zeggen, de lichte wapens, hè, bijvoorbeeld klein kalibergeweren, hè, want de grote wapens waren voor 12, 13-jarigen te zwaar gewoonweg. En het derde aspect, heb ik nog niet vernoemd, dat was een artistiek-culturele opleiding. Men kon dus bijvoorbeeld naar keuze schilderen, boetseren, musiceren enzovoort. Ook dat was belangrijk. Maar voor de oudere jongens, laten we zeggen 16, 17, 18 jaar, had men daar ook nog iets anders wellicht, hè?
Zeker. Ten eerste, dat moesten volledige mensen worden. Hè? Dat was de bedoeling, hè? Perfecte heren. Ik heb dat persoonlijk niet meer meegemaakt. Perfecte heren. Heren in de omgang, in de samenleving. Ze moesten goede manieren krijgen. Heren. Ja, ja. Perfect in de omgang. Dus ik zou zeggen gecultiveerd en welopgevoed. Een goede houding hebben. Bijvoorbeeld was dan voorzien op het programma. Men zou kunnen leren paardrijden, skiën, schermen en al dergelijke dingen. Ik zou bijna zeggen meer mondaine sporten. Ja, hè? Maar skiën, paardrijden, autorijden, motorrijden, noemt u dat salonleren? Dat maakte misschien ten dele ook uit, deel uit van de militaire opleiding. Mm. Ja, want het was altijd nuttig. Ja? Mm. Er was ook later in het leger een cavalerie. Er waren gemotoriseerde eenheden enzovoort. Dat kon nuttig zijn. Want we leven in oorlogstijd op dat ogenblik. Dus zij moeten na de Napola legerdienst vervullen. Dus dat wil zeggen aan het front eventueel hun strepen verdienen. En als ze dan toch moesten kiezen, waarvoor kozen ze dan meestal? Wel, in het geval dat ik dus persoonlijk beleefd heb, denk ik 80-90% voor de Waffen-SS gekozen heeft. En waaraan schrijft u dat toe? Aan de conditionering. Ik bedoel daarmee, men, jarenlang wordt men in die bepaalde richting opgeleid, gedreven. En de Waffen-SS was trouwens de afdeling van het leger die over het meeste prestige beschikte. Dat waren de helden van toen. In het teken van het Groot-Germaanse Rijk verrezen tijdens de bezetting ook in de Germaanse landen buiten het Duitse Rijk Napola-scholen. Deze werden in Vlaanderen te Kwaadrecht en in Noord-Nederland te Valkenburg opgericht. Voor Denemarken en Noorwegen waren eveneens dergelijke scholen gepland. Voor de Rijksschool te Kwaadrecht werd door de SS-dienststelle Jungklaus heel wat propaganda gevoerd. Te Brussel, Antwerpen, Gent, Brugge, Hasselt, Oostende en Ieper werden wervingskantoren geopend waar de kandidaten, die ten minste 10 en ten hoogste 14 jaar oud moesten zijn, aan een lichamelijk en verstandelijk onderzoek werden onderworpen. Zij moesten ook het bewijs van hun Arische afstamming leveren. Niettegenstaande al die gevoerde propaganda kreeg men uiteindelijk nauwelijks een 120-tal jongens te Kwaadrecht bij elkaar. Gewis een mager resultaat van beide start. Mag ik u laten opmerken dat er veel meer gezinnen dan 120 waren in Vlaanderen die in de collaboratie waren gestart? Ja, dat was, maar iedereen was niet geneigd om opgeleid te worden tot soldaatje. Ah, je werd opgeleid tot soldaatje. Dat was toch, als men naar zo'n school ging, was dat toch niet om koorknaap te worden, hè, meneer De Wilde? Ja. Dat was toch werkelijk om in de militaire... Oh ja, maar bij de Rijksschool Vlaanderen heb ik persoonlijk nooit aan koorknapen gedacht, hoor. Nee, toch niet. Maar is het niet veel eer zo dat die school geschuwd werd door het VNV en door de aangeslotenen bij het VNV? Nee, ik denk het wel. En het VNV was toch duidelijk de grootste collaboratiebeweging qua aantal aangesloten. Ja. De Rijksschool werd in het politieke Vlaanderen inderdaad met gemengde gevoelens gadegeslagen. Het VNV beschouwde deze school als een verduitsingsmachine. Ze werd door de Germanische Leitstelle van de SS zwaar gefinancierd, stond onder leiding van 2 Duitse SS-officieren, terwijl de leraars uit de Algemene SS Vlaanderen en 1 enkele uit de Waffen-SS waren gerecruiteerd. De leerlingen werden automatisch lid van de Hitlerjeugd. Stond het VNV begrijpelijkerwijze zeer afwijzend hier tegenover, dan gingen de D-vlag en de Algemene SS Vlaanderen daarentegen graag door als beschermende organisaties. Aanvankelijk kwam die spanning zelfs tot binnen de schoolmuren tot uiting. Niet zelden werd er geredetwist, geruzied tussen jongens uit het VNV-milieu en zonen van de D-vlag of Algemene SS-mensen. Maar na verloop van tijd werd zulks wel glad gestreken. Het resultaat van de in Vlaanderen gevoerde campagne voor de Rijksschool te Kwaadrecht was des te magerder, aangezien een deel van de leerlingen dan nog kwamen uit de kinderlandverschikking. En tijdens het verblijf van deze kinderen in Duitsland
hadden Vlaamse en Duitse jeugdleiders hun best gedaan om ze voor intrede in de Rijksschool warm te maken. Ik zag een film ergens in een openbare filmzaal die dus ging over het kampleven van een jeugdbeweging. Nou, we bepaald dus de Hitlerjeugd die dus ergens in de bergen dus een kamp beleefde en dat heeft mij sterk geïmponeerd. Dat ik enkele weken of een paar maanden later dus dan ook naar Duitsland ben vertrokken. Mijn ouders hebben daar mij dus de toestemming voor gegeven. En zo kwam ik dan dus ergens aan de Rijn in een kap. En waar is u dan beland precies in Duitsland? Dus het was in Bad Salzig aan de Rijn, nietwaar. En dat was in welk soort kamp? Dat was in een land van kinderlandverschikking. Kinderlandverschikking, ja. En bent u daar gebleven? Ik ben daar dus een paar maanden gebleven, maar op een zeker ogenblik kregen wij daar bezoek van een, nou, voor het thans illustre onbekende, als ik dat zo mag zeggen, een man die dus propaganda maakte voor een tot dan toe voor mij onbekende school, die hij noemde dus de Rijksschool Vlaanderen. En hij vroeg dus of er onder de aanwezigen jongens dus interesse bestond om naar zo'n school te gaan waar spel en sport was, waar dus een degelijke opleiding zou gegeven worden, zowel op het lichamelijk als op het geestelijke vlak. En ik moet eerlijk zijn, ik voelde mij daar eens te meer voor aanvertrokken. Maar wat mij opvalt, dat is dat bij die hele beslissing daar om naar die Rijksschool Vlaanderen te gaan, die toen al sterk onder invloed van de algemene SS Vlaanderen stond, die trouwens een inrichting daarvan was, dat uw ouders daar in feite worden buitengelaten, dat u als 9-jarige daar zelf kan in beslissen? Mijn ouders werden daar volledig buitengelaten. Ik ben naar huis gekomen en gezegd, kijk, ik ga binnenkort terug vertrekken. Wilt gij mij valies klaarmaken? En mijn ouders hebben zich daar niet tegen verzet. Op het einde van de zomer 43 zijn dan de jongens uit de EKLV-kampen, die zijn voor de eerste keer geselectioneerd geworden. Welke jongens waren het? Dat was nu zo, dat was iets die achter onze rug gebeurd is met onze ouders. Dus van, waarschijnlijk van de D-vlag een aanvraag gedaan om hun kinderen naar de Rijksschool Vlaanderen te sturen. En ik was in de KLVO, ik werd dan met een tientallen anderen vanuit mijn kamp en dan met nog het andere kamp kwamen we samen in Ehrenbreitstein bij Koblenz in een WE-lager. Hoeveel jongens waren dat zo dan? Het was ongeveer een vijftal honderd, een vijfhonderdtal. Vijfhonderdtal die dan samenkwamen uit de verscheidene, kan nu ook 20 of 30 KLV-lagers zijn. Hoor. En op welke normen had men die jongens geselectioneerd? Die moesten wel ondernemend zijn. Misschien wel een beetje avontuurlijk aangelegd zijn. Moesten bekwaam zijn natuurlijk, verstandelijk aanleg hebben, maar bijzonder op sport, durf, ondernemingskracht werd de nadruk. Ja, vooral lichamelijk dus. Ja. En daar is dan een nog eens geselectioneerd? Dan in Ehrenbreitstein natuurlijk was dan de grote proef. En dan van die 500 zijn er ongeveer de helft van weggegaan. Dat was een kamp waar we daarboven waren. Die voorbehouden was aan de weerertuchtigingslager. Dus een lager... Een weerbaarheidskamp. Een weerbaarheidskamp, ja. Op zo'n lager zijn wij geweest om die 3 dagen geselectioneerd te worden voor in de Rijksschool binnen te mogen. En wie deed die selectie? Dat waren over het algemeen meestal Vlaamse officieren, algemene SS, SS-officieren, ook gewone onderofficieren van de algemene SS, een paar Waffen-SS-lui, en dan, ik geloof... Vlamingen? Vlamingen, ja. En dan 1 of 2 Duitse officieren, dus SS-officieren, Waffen-SS. U was in Duitsland op dat ogenblik nog altijd? Ja, altijd nog bij de kinderlandverschikking. Kinderlandverschikking en plotseling gaat u daar bij de Rijksschool Vlaanderen betrokken worden. Dat is gekomen door het feit dat ik dus het Ziftingskamp, dat Auslesenlager, moest inrichten voor de Rijksschool. En dat was dus een Auslesenlager boven op de Burcht Ehrenbreitstein tegenover Koblenz.
En dat moest ingericht worden voor 120 leerlingen. En die werden gehaald uit de verschillende KLV-kampen. Kinderlandverschikkingkampen. Werden die gehaald. Wat werd er bijvoorbeeld bij die schifting nagegaan dan? Wel, dat was een examenschema. Bijna, zou ik zeggen, hetzelfde als we hier in België kenden. Ja, ja. Maar die proeven behelsden ook worstelen. Ja, er werd... Ik bij mijn weten in België, bij examens hier in het middelbaar onderwijs, moet men niet bewijs leveren van te kunnen worstelen. Nee, nee, dat is juist. Bent u akkoord, meneer? Ja. Is het niet veel eer blij kunnen geven van goed te kunnen vechten? Van, ja... Onder jongens. Van zich als man te gedragen, dat is alles. Het ging dus allemaal in de richting van de Spartaanse opvoeding. Hè? Ja. Nou, als u die opdracht kreeg, hebt u daar geen onderrichting gekregen van een Duitse opdrachtgever? Oh ja, die onderrichting was heel simpel. Sie richten das Lager ein, komplett mit Betten, Essen und so fort und so weiter. Und wenn das nicht klappt, können Sie sich ein Sarg bestellen. Herr Littler, salut, und ich komme verder. En ik kan u verzekeren, als het niet geklapt had, dat er wat zou gezwaaid hebben. Ik heb daar dan ook met al de middelen die mij toen maar ter beschikking stonden, want er waren geen camions, er was geen sprit, dus benzine en zo. Nee. Dus ik moest daar werkelijk goochelen met de minste mogelijkheden die mij geboden werden. U hebt de benen van onder uw lijf gelopen, ja, om een doodkist te vermijden. Ja, inderdaad. En dan hoeveel zijn er dan van overgebleven? Wel ja, dan als de rijksschool in 43 september gestart is, was er van die, laten we zeggen, 250 à 300 geselectioneerden, door het feit dat het, ik mag u dat wel zeggen, de meeste jongens thuisgebleven waren. Een 150-tal jongens zijn dan in september binnengekomen. In 43. U zult mij vragen, hoe komt zo weinig van die 250? In Kwaadrecht, ja. Dat is dus door het feit dat veel jongens een ervaring gehad hadden in de KLV. Dus in de KLV-lagers, van strengheid, die discipline, die ons niet meeviel. Je moet ook weten dat de meeste jongens uit lagere scholen kwamen en dat niet gewoon waren. Wij waren gewoon met de turnen met een mantel aan en daar werd het dus in de lijn gesprongen enzovoort. Ja. Dat was veel te hard. En de meesten hebben dus op verzoek aan hun ouders, dus dan toch de toelating gekregen om niet te gaan. Dus ik mag wel zeggen dat de meesten gestimuleerd of verplicht geweest zijn van hun ouders om de rijksschool. Die ouders waren de nieuwe ouders. Die waren waarschijnlijk de nieuwe ouders. Ja. Onder andere mijn ouders. Reeds in 1942 was aan de SS-dienststelle Jonklaus opgedragen de Rijksschool Vlaanderen op te richten. Om een nieuw gebouw op te trekken met de vereiste sport- en oefenterreinen had men geen tijd. Daarom besloot men maar de schoolgebouwen van de Zusters van Liefde te Kwaadrecht op te eisen. Het complex omvatte twee gebouwen. Aanvankelijk stelde de SS zich tevreden met één gebouw. De zusters besloten echter het andere gebouw in te richten voor tuberculeuze kinderen. En meteen werd ook het tweede gebouw aangeslagen. Uitgebreide aanpassingswerken werden uitgevoerd. De modernste en de duurste uitrusting was nauwelijks goed genoeg. Dit alles slorpte verscheidene miljoenen van toen op. Heeft u gemerkt dat die inrichting van die Rijksschool Vlaanderen te Kwaadrecht te veel geld heeft gekost? Ja, dat zal wel geweest zijn, want dat was eigenlijk een modelschool. Niet waar. Dat was formidabel mooi. Ja. Alles piekfijn in orde. Van het schoonste? Van het schoonste en van het beste, ja. Oh, ja. De voedselvoorziening was er overvloedig. Er werden niet minder dan 5 maaltijden per dag verstrekt. De school beschikte als dienstpersoneel over niet minder dan 30 vrouwen en mannen. Maar in de Rijksschool te Kwaadrecht ging het eigenlijk om heel wat anders. In de Rijksschool Vlaanderen zat de kern van wat we nu zouden noemen een Europa-gedachte. Maar dan natuurlijk wel onder Duitse hegemonie. Maar de idee was dus in die rijksscholen zowel Duitse als Vlaamse klassen te hebben. In Holland Duitse en Hollandse, in Noorwegen Noorse en Duitse.
klasse, zodanig dat vanaf, laat ons zeggen, hun 12e jaar, jonge mensen van verschillende nationaliteit met elkaar vergroeiden. Ja, na 3 maanden dan zijn die jongens in Kwaadrecht versterkt geworden door een contingent van Duitse Hitlerjugend jongens. Die werden dan aangesteld in welke... Maar ja, die kwamen bij ons als, ik mag wel zeggen, als voormannen. Hm. Dus bij ons noemden we dat dus stoelbenelterste, dus kameroverste, of jongzugführers, dus we hadden dus grote zugführers, dus de leiders van ons, maar zij speelden dus de rol tussen ons en die leiders, dus jongzugführers. Ja. Jong. En die spraken waarschijnlijk ook in Vlaams, hè? Die waren Duits natuurlijk. Ja. En dat wil zeggen dat dus de Vlamingen Duits spraken? Wij waren verplicht, natuurlijk in de Rijksschool, moet ik u wel zeggen, was het commando, dus het, de vel, altijd Duits. Ja. Doordat het feit, onze anstaltleiter, dus onze directeur, om zo te zeggen, ja, was een Duitser. En de, daar nam ik erbij. Die Duitse jongens, ja, die waren onze hoofden, dus die pasten zich niet aan, die spraken geen Nederlands. Ja. Waarom werden bij de start van de school Duitse jongens uit gelijkaardige scholen, uit Duitsland dus, erbij gehaald? Ik denk wel dat dat was om, om een beetje de stijl en de levenswijze van die scholen dus te integreren bij ons. In december 1943 waren inderdaad 25 Rijksduitse, iets wat oudere Napela-jongens naar Kwaadrecht overgebracht om er samen met de Vlamingen onderricht te worden ten einde de Groot-Germaanse geest en de Vlaams-Duitse kameraadschap te bevorderen, beter gezegd, om de Vlamingen te omkaderen. Ook dat werd aanvankelijk een ramp. Elke Vlaamse klas, zoek of troep genoemd, kreeg een van die Duitse jongens als zoekvuurder of troepleider. En terwijl voordien de van huis uit meegekregen politieke opinie aanleiding tot onenigheid gaf, ontstonden nu wrijvingen tussen Vlamingen en Duitsers. Iran kwam maar eerst ten eind toen de Duitsen door de Vlaamse zoekvuurders werden vervangen. Men heeft ook de leerlingen van de Rijksschool Vlaanderen voor een studieperiode of voor studieperioden naar Duitsland gestuurd. Waarom eigenlijk, volgens u? Ja, dat waren meestal verlofkampen, waar we dus gingen sporten en zo van alles. Ja, maar vermits er leraars meegingen, zal u ook wel onderricht gekregen hebben daar in Duitsland? Ja, we kregen onderricht ook, ja. Ja, waarom stuurde men dan de leerlingen naar Duitsland voor een periode, als er dan toch hier een Rijksschool Vlaanderen was? Ik denk wel dat dat zo'n beetje betrekking had tot de Duitse Hitlerjeugd. Dus dezelfde geest, om dezelfde geest aan te kweken, denk ik. Ja. Nou, laten we eens even gaan kijken naar de lessenrooster. Ja? Wat omvatte die zo? S'morgens, dus de gewone lessen, de gewone leerstof. En waarin geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, metrisch stelsel. Die, Nederlands. Die lessen in aardrijkskunde, die lessen in geschiedenis, gaven die duidelijk blijk van de nieuwe geest? Ja, toch. Ja. Ja. Maar er werd dus ook geschiedenis van Vlaanderen gegeven, vermoed ik. Ja, maar ook de geschiedenis van Duitsland? Ja. En van het nationaal-socialisme? En van het nationaal-socialisme, dat is normaal. Dus bij ons werd het Oost-Wessel. Enzovoort. Dat is normaal dat we van die mensen, dus zij die dus gesneuveld zijn, gevallen zijn voor het nationalsocialisme, voor een idee, die werden natuurlijk als grote elden voorop gesteld. Dus. Ja. Was er ook geen politieke scholing meer? Er was wel een politieke scholing, maar rond de ouderdom van 12 jaar ervaart men dat nog zo niet. Nee. Of men is er zich niet van bewust? Van bewust, ja. Ja. Werd bijvoorbeeld de klemtoon gelegd op de voorrang van het Germaanse ras? Was er ook duidelijk een anticommunistische geest tijdens de lessen? Ja. Die leraars, die Vlaamse leraars, een gedeelte dus waren Vlaamse leraars. Wie waren dat zo? We hadden dus heel veel leraars, dus wel een tiental leraars, Vlamingen. Enfin, die mensen gaven dus alle. Er waren leraars die dus biologie gaven, laat ons zeggen. Rekenkunde, aardrijkskunde, Duits, Germanische, Nationaal-socialistische leer. Dat werd gegeven door een Duitser, vermoed ik. Dat was eventueel van Vlaming ook, maar ook een Duitser. Ja.
En droegen die leraars een uniform? Die droegen het in het begin, het uniform van de Algemene SS Vlaanderen. Oh ja. En na Oostenrijk, waar we dan waren in 44, eind 44, hebben ze dan het NPA-uniform, dus het Nationaal Politisch RTU, dus uniform aangetrokken. Maar dat is dus iets dat weinig met de zaak te maken. Welke uniform droegen jullie? Wij droegen dus hetzelfde uniform als de kinders van de Napula, een Hayat-uniform, dus een, zoals dat heet, een Hitlerjeugduniform. Hoe was eigenlijk de omgang met de leraars daar? De omgang met de leraars was... Wij moesten dus, als we een leraar aanspraken, in de houding staan, in de ogen kijken. Nee. Maar niet tegenstaande was er toch een goede kameraadschap met de leraars te zamen. In welke taal werden de bevelen door de Vlaamse leraars te Kwaadrecht gegeven? In Duitse taal. In het Duits? In Duitse taal, ja. In Kwaadrecht? In Kwaadrecht. Door Vlaamse leraars? Ja. Aan Vlaamse leerlingen? Ja. U had daar geen bezwaar tegen? Ja, absoluut niet. Door wie waren die leraars voor Kwaadrecht aangeworven geworden? Ik denk dat die aangeworven geweest zijn door dokter Robert van Roosbroek. Oh ja. Robert van Roosbroek werd na de Eerste Wereldoorlog te Antwerpen wegens activisme als onderwijzer ontslagen. Later terug aangesteld in het Antwerpse en meer in het bijzonder de Hemixem, behaalde hij in 1930 het doctoraat in de geschiedenis aan de Katholieke Universiteit te Leuven en werd hij benoemd tot leraar in de stedelijke normaalscholen te Antwerpen. Eind 40 werd Van Roosbroek lid van de Algemene Zes Vlaanderen, in 41 hoogleraar in de geschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Gent en ook nog in 42 schepen voor onderwijs van Groot Antwerpen. Hij was ook actief in de Devlag. Na de oorlog werd hij bij verstek ter dood veroordeeld, maar hij bleef in Nederland wonen. Als historicus heeft hij belangrijk werk geleverd in zaken de geschiedenis van Vlaanderen en de geschiedenis van de Nederlanden. Heeft u in de Rijksschool Vlaanderen ooit een priester gezien of een mis bijgewoond? Nee, nooit. Was dat daar niet gewenst? Ik zal niet zeggen niet gewenst, maar wij hadden dat... wij vroegen daar niet om. Hebt u de indruk dat, laten we zeggen, de jongens daar in de Rijksschool, dat die niet katholiek waren? Nee, dat zal ik niet zeggen. Iedereen had toch zijn plechtige communie gedaan, denk ik. Ja. Maar men heeft het dan afgeleerd. Men heeft het niet afgeleerd, maar wij hadden toch nooit geen Ja, maar als er nooit een priester omtrent komt, of nooit een mis wordt bijgewoond, dan leert men het eigenlijk af. Ja, dan leert men het wel af, ja. En wat gebeurde dan 's namiddags? 'S namiddags hadden we dus sport, atletiek, veldoefening, militaire drill. Ik dacht dat ik ook ergens vernomen had dat er ook geländespielen plaats hadden. Wat is dat eigenlijk, geländespielen? Geländespielen was dus... leren een kaart lezen. Een kaart lezen, elkaar besluiten dus. Het ene kan die het andere kan besluit. En zich tracht meester te maken van zo'n kamp. Wat werd er nog gedaan, zoals oefeningen? Ja, voor later dus was er dus voorzien dat er zo paardrijden, zeilen, boksen. Waarom boksen? Ja, voor het karakter te staan. En tegenover wie moest men dan boksen? Ja, men moest toch boksen tegen iemand die een beetje forser was, een beetje groter was dan u. Oh ja, om te kunnen afzien. Zo zou je het kunnen doen. Men sprong daar ook in het net. Ja, er werden van de proeven gehouden, zoals in het net springen. Waarom dus was dat? Durfproeven. Als u daar de eerste dag aankwam, wat heeft u daar meegemaakt? Het eerste dat er moest gebeuren was wat ze noemden een moedproef, een moedprobe. En in ons geval bestond dat er toen uit dat men uit de tweede verdieping in een zeil moest springen. Als men dat nooit gedaan heeft en dus op 12-jarige leeftijd komt dat zeer hard aan. Men heeft natuurlijk niet de tijd om erover na te denken, hè? En men doet dat. Zonder meer.
U was er ook bij toen de Rijksschool Vlaanderen in september 1943 te Kwaadrecht bij Gent tot stand is gekomen. Ja. Ik meen dat u daar een les heeft gegeven. Ja, ik was wiskundeleraar. Ja. En hoe zou u die opleiding daar bestempeld hebben? Een Spartaanse opleiding. Dat was enorm streng. We moesten kamers in orde houden, bedden opmaken, alles, voor alles inspectie doen, velddiensten, robben over de grond, nadien uniforms poetsen. Daar mocht geen vleksken aan zijn. Hemden, stekens, alles moest even groot, even strak opgevouwen zijn. Enfin, dat was enorm streng. Er waren daar ook, heb ik vernomen, dagspreuken. Er was elke dag, dus elke jonkman, want wij werden dus jonkman of jonkers genoemd, de plicht, dat was na de hand van de tafels, zijn tischspruch, dus dat was een tafelspreuk. En dan moest hij in het midden gaan staan en dat was dat een spreuk die dus gewoonlijk kwam uit ons boeken. We hadden heel veel boeken over de Hitlerjeugd, over het nationalsocialisme enzovoort, waar je dus alle dagen aan de spreuk kon uitputten. Maar de meest voorkomende spreuken waren bijvoorbeeld es gibt nur eine Sünde Feigkeit, dat wil dus zeggen er is maar één zonde en dat is lafheid. En dan bijvoorbeeld ook der schönste Tod, dat is der Tod fürs Vaterland. En dan klaar wie was er, acht wie staal. Ja. Prachtig lezen. Ja, maar tegenover jongens van nauwelijks 10 jaar, 11 jaar, was het niet eigenaardig dat men zo over de dood sprak? Ik zie daar. De dood voor het vaderland? Ja, wel kijk, ik moet u zeggen dat wij op die moment, in oorlog was dan al 43, gewoon al erger en erger namen aan te nemen. En, wij werden Kwaadrecht zijn wij naar Ballenstedt, naar Duitsland gegaan. Daar zijn wij geconfronteerd geweest met bombardementen. Hebben wij zoveel keer de dood voor ogen gezien voor mensen die weliswaar door de bommen vuur Duitsland gestorven waren. Heerste er een strenge tucht in die school? Ja, een keiharde tucht. Maar niet tegenstaande was, hadden we toch nog een vrolijk en druk leven. Ja. Niet tegenstaande die harde tucht. Soms was het toch wel iets wat minder vrolijk, dacht ik. Hè? Tuurlijk. Heeft men daar niet aldoende geleerd? Dat heeft men, ja. Bijvoorbeeld? Jongens die niet konden zwemmen, werden dus te water gelaten. Te water gelaten? Ja, in het water gegooid. Ah, in het water gegooid, ja. Zelfs wanneer ze niet konden zwemmen? Ja, maar dat leerden ze rap, hè. Oh ja, in die omstandigheden wel waarschijnlijk, hè. En ik kan u dit, wat ik nu ga zeggen, dat is op de korrel, zojuist, of dit. Wij zijn daartoe gekomen en er kon bij van die 150 man kon er geen, enfin, 3 man misschien zwemmen. Misschien 3 man konden zwemmen, ja. Iets zwemmen. Daar waart u bij trouwens. Ik was bij de gelukkige. En dan op een bepaald moment kwam er waarschijnlijk een order uit. Iedereen moest kunnen zwemmen, zowel leraars. Plotseling. Ik vermeld het erbij, leraars of leerlingen. En wij hebben dus, ik was bij de gelukkige, zeg ik. Ik stond dus onder de 3 meter duikstoel, met die 3 man, met die 2 mannen. En dan moest als iedereen... Als een soort reddingscommando. Als een reddingscommando, ja. Ja, ja. Het was geen soort, het was een reddingscommando. En u was toen heel lastig gehad hebben moesten... 11 jaar ongeveer. 11 jaar, ja. Ja, ja. En we zouden het waarschijnlijk heel lastig... 12 jaar was ik dan, want dat was al 44, ik ben van 2 jaar. Ja. Dus die jongens moesten allemaal, dus die 150 moesten dus allemaal naar boven. En werden daar naar beneden gegooid door 2 grote zoogvuurs. Ah, die gooien ze in het water. Hoop, heel eenvoudig. Als we niet zelf ook, ja, daar werden ze ergens mee. En wonder boven wonder, maar we hebben er niemand moeten uithalen. Hetgeen dat een vrij geluk is voor mij, voor hun, want dat was eigenlijk niet gegaan. Er zijn er geen verdronken. Er zijn er geen verdronken, absoluut. Ja. En aan de hand van dit, er zijn er dan natuurlijk zijn er wel die wat water gedronken hebben. Ja, die me dan aan de kant moeten trekken hebben of iets, maar dat was dus geen drama. Kwaadrecht is Marcel dus die de kleinste was. Die de Benjamin van de Rijksschool. 9 jaar. Die jongen was een zeer intellectueel jongen, maar sportief ook vrij goed, maar zwemmen dat wat de boer kunnen doen. Wel, die Max Lerwaar is op een bepaald moment zo ver gekomen dat hij zijn spul gepakt heeft. Beter gezegd zijn spul niet, want hij is in zijn hemdje en in zijn broek te voet naar Brussel gegaan. Van Kwaadrecht? Van Kwaadrecht te voet naar Brussel. Ja, dat is... En die heeft daar een 2-tal dagen verborgen gezeten op de zolder waarschijnlijk, want die was... Bij hem thuis. En die is dan 2 dagen nadien bij ons teruggekomen. Teruggekomen? Enfin, teruggebracht waarschijnlijk. Door wie? Ik veronderstelde zijn ouders, ik weet het niet. Dat is zijn vader bedoel je? Ik denk van wel. Ja. Ik denk van wel. Mijn vader zou het ook gedaan hebben hoor. Er is nog iemand anders, maar dan veel ouder, die men in het water gegooid heeft. Want dat was een oudere man. Was dat niet... Het doet mij plezier dat hij dat weet. Ja, was dat niet de Wies P, de muzikus Wies P?
die daar leraar was in muziek, hè, in zang. En die heeft men ook in het water gegooid. Ik kan dat. Het is namelijk zo dat op een bepaald moment dus zowel de leraar als de leerlingen en meneer P, dus toegevoegd P in dit geval, een hele verstandige, brave mens, was niet meer, waarschijnlijk niet zo sportief als al die anderen, want tenslotte was 90% was, ja, dat is mogelijk, dat mag wel zeggen, 90% was, alleen dat zijn 100-100 paspoort. Ja. En dan zat natuurlijk iemand zoals meneer P, dat is, die niet zo begaafd was in het zwemmen zeker, en ze hebben hem in het water geduwd. En die mens moet dat waarschijnlijk kwaad genomen hebben, en die, dat, zijn ontslag, dat heeft geleid tot zijn ontslag uit de Rijksschool. Ja. Werden ook heel wat sancties getroffen? Sancties werden wel getroffen bij, wanneer een kamer niet in orde was. Dus de bedden die niet schoongemaakt waren. Of de... Alle bedden of één bed? Wanneer er één of twee bedden in gebreken bleven, dan werd de ganse zaal gestraft. Ah, de ganse zaal werd dan gestraft. Zaal, ja. Ook van diegenen wier bedden dan wel duidelijk in orde waren. Ja, ja, ja. Waarom werd men eigenlijk groepsgewijze gestraft? Ik denk dat dat was om te voorkomen dat het meerdersmaal zou gebeuren. Die harde straffen bestond erin, als dus een klas gestraft werd, dat iedereen in zijn zwembroekje en zijn pantoffels moest aantreden en dat we dan met heel die klas door hagen en struiken en dorens en alles door een half uur of een uur een soort gelendespiel deden met liggen en opstaan enzovoorts. En dat dan nadien de koude douche gebruikt werden om die kerels af te spoelen. Maar de leraars gingen mee, hè? Hij was dus niet hard? Ook het, ja, op sommige momenten wel, hè. Dus bijvoorbeeld zeer lange marsen. Dat je werkelijk tot een toestand van uitputting komt. Kilometers lopen. Tot men erbij valt. Volgens een gewezen jonkman van de Rijksschool werd er praktisch elke avond hinlegen af en mars, mars, gebruld, gepompt, gekniebuit, gehupt en straaf exercieerd, zonder het alom gevreesde koude bad te vergeten dat erin bestond als straf in een ijskoud bad te worden ondergedompeld. Hoeft het dan nog gezegd dat er ook veel werd gezucht en geweend en dat de drang naar huizen er bijzonder sterk was? Men spreekt soms af en toe in verband met de school te Kwaadrecht van het maskeradebal. Maskeradebal, ja, dat was het kostuumfeest, dat ze noemen. Het kostuumfeest. Dus, was dat carnavalviering daar? Nee, zo ver moet ik niet zoeken. Maar het was wel op een zeker tijdstip dat je moest veranderen van uniform. En dat was gewoon het 's avonds, wanneer dus strafoefening waren. Niet meer. Dan, toen je al sliep? Dan werden we wakker gemaakt. Dat we op het appel komen. In wat? In pyjama. In pyjama. Moest u dan op appel ja, komen? Ja, en dan werd er gezegd, dus in 2 minuten komt je in tuingerief aan. En op 2 minuten bijvoorbeeld van uniform veranderen. En dat zo minuten? Ja, op 2 minuten, ja. Dat is heel kort, hè? Dat is zeer kort, maar men leert dat dus wel. En dat dan tientallen keren achter elkaar, hè, urenlang, hè. Tientallen keren. Tientallen keren, ja. Dus van het ene uniform naar het andere. Hè. Zomeruniform, winteruniform, sportkledij enzovoort. Hè. Dat was onmogelijk. Wat betekent, waarom deed men dat dan een onmogelijke tijd voorschrijven? Ja, omdat ze toch wisten dat we toch iedere keer moesten herbeginnen. Dat was om ons te laten lopen van iedere keer naar boven en terug naar beneden. En... Tot uw tong op de buik hing? Maar ik kon nog in een stootje. Oh ja. Het was geen school voor zwakkelingen? Nee, absoluut niet. Kon iedereen dan wel mee? Als men dat zo tientallen keren om de 2 minuten van uniform moet veranderen, ja, zullen wel achterblijvers geweest zijn? Ja, en dan werd men opnieuw gestraft tot iedereen het dan werkelijk kon. Hè? Werd de hele groep gestraft? Werd de hele groep gestraft. Voor één enkele? Voor één individu, ja. Dat niet kon volgen? Dat niet kon volgen, ja. Maar dat individu, of die jongen die niet kon volgen, ja. Dat moet dan weer de... Dat zal dan wel de peer van de hele historie geworden ja, zijn. Ja, dat werd dan gewoonlijk het zwarte schaap van de groep. Ik bedoel daarmee, die werd dan soms nadien nog door de groep afgetuigd, omdat hij de schuld was dat de hele groep gestraft werd. Hè. Men heeft meer dan eens gesproken over, en u zelf ook, dacht ik, over
een kadaverdiscipline die daar heerst. Ja. Wat heeft u daarmee bedoeld? Kadaverdiscipline, dat mocht u wel noemen. De opleiding was heel zwaar. Er werd daar geweldig veel straffen uitgedeeld, bijzonder in het begin. Ik kan bijvoorbeeld iets citeren. Iemand die bijvoorbeeld als 9-jarige of als 10-jarige jongen in zijn bed gedaan had, die was dan verplicht van standaardaags rond de blok te lopen met zijn natte matras. Dat werd dan bedoeld als luften, als luchten, ja. Met achter zijn fiets te lopen, s'nachts met een rugzak op de rug of het een of ander in militair uniform, dat wij dat noemden. Dat was dus juist maar het broekje. Het zwarte broekje die we hadden. En dan, zowel als winter als zomer. En voor de rest naakt dan? Ja, dus enkel het sportbroekje aan. Hè. Ook in de winter? Ook in de winter. S'nachts? Ja, s'nachts. Echt? En dat waren jongens van, laten we zeggen, 9 tot... dat waren jongens van 10 tot 14. Het waren vastberaden kereltjes. Dat wel. Die er zouden geraken. Ja. Waar men ze wilde hebben. Ja. Kweekte men daar een elitegeest aan? Men wilde perfectie beleiden. Men wilde perfectie bereiken. Welke bedoeling zat erachter? Ik zou zeggen een absolute gehoorzaamheid aankweken. Hè. Zo snel, automatisch, zo kort mogelijk reageren zonder er veel bij na te denken. Blindelings? Blindelings, ja, mag men zeggen. Bevel is bevel. Ja. Men meende zeker dat toekomstige leiders hard geschoold moesten zijn en... in staat bijvoorbeeld om harde beslissingen te nemen. En men moest dus zowel fysiek als ook geestelijk getraind worden daarvoor. Als men later wil bevelen, moet men eerst leren gehoorzamen. En dat moet blindelings gebeuren. Mm-hmm. Dat is niet alleen zo in de Napolas geweest. Dat was de hele filosofie van het systeem. Welke oogmerken werden in de Rijksschool Vlaanderen nagestreefd? De karaktervorming. Bereidwilligheid, wilskracht, volledige aanvaring van, de autoritaire opvatting en bereidwilligheid en verantwoordelijkheid te dragen. Maar had u die indruk dat u werd opgeleid voor politieke functionaris? Nee, dat, die vraag is wel terecht. Op de 2 jaar en een half, laten we zeggen, dat ik daar nog vertoefd heb, kwam er heel weinig van die politieke en dergelijke dingen bij te pas. Het was meer een militaire opleiding die wij kregen. Ik denk toch dat dat was tot het vormen van latere officieren. Van? Van de Waffen-SS. Toen begin september 1944 lange sleerte Duitsers en collaborateurs België in allerijl verlieten op zoek naar voorlopig veiliger orde, werden de jonkmannen van de Rijksschool in vrachtwagens van de Waffen-SS-divisie Adolf Hitler naar Duitsland overgebracht naar de Napolaschool te Ballenstedt. Daar werden de Vlaamse jongens als honden in een kegelspel ontvangen, want de Napola was er overbevolkt wegens de toevloed van geëvacueerde gelijkaardige scholen. Na enkele weken werden de leerlingen overgebracht naar Reizen, nabij Poznan, in de Wartegau, in het vroegere West-Polen, waar een schoolgebouw voor hen was vrijgemaakt. De tucht was er zeer streng. De strafoefeningen bleven niet alleen figuurlijk, maar ook letterlijk aan de ribben hangen. In naakt bovenlijf door een halve meter dikke sneeuwlaag robben, steeds maar rechtspringen en neervallen. In die sneeuw was er alles behalve gezellig. Maar anderhalf jaar Rijksschool had ook de zwakste taai gemaakt. Daarboven deden heim- en kameraadschapsavonden, joelvuren, vlaggengroeten, het optreden van het eigen koor en de eigen muziekappel, de wandeltochten en de veldspelen, de vele miseries vergeten. Welke was de bedoeling van die opleiding? Wel, de bedoeling bleek mij van ons dus zeer harde mensen te maken, zowel naar ziel als naar lichaam. Vandaar dus de harde trainingen die eer soms onmenselijk waren.
Maar het waren niet alleen onze leiders die zeer hard waren tegenover ons. Ook onderling heerste er tussen ons een eerder onmenselijke sfeer. En dat viel mij vooral op, ik die van een KLV-lager kwam en die dus pas... Kinderlandverschikking. Kinderlandverschikking, nee, inderdaad, niet waar. Ik die dus van zo'n kamp kwam, waar het dus, laat ons zeggen, zoals vandaag de sneeuwklassen of zo, een sfeer was van vreugde en zo. Ontspanning. Ontspanning. Daar was het dus in tegendeel, er gebeurden heel wat afrekeningen onderling en onze leiders trokken zich daar niet van aan. Dat gebeurde als volgt. Er had iemand een fout begaan. Wij werden collectief gestraft. En nadien gebeurde de afrekening natuurlijk. Wij die dus die betrokkenen vriend dus, mede-lotgenoot dus, aftroefden omdat wij dus ergens gestraft waren. Ik kan u mij bijvoorbeeld een geval aanhalen van die soorten misdrijven die daar begaan werden volgens de leiding. Wel, het zal u duidelijk zijn dat wij op het einde van de oorlog het ook niet erg breed hadden op het stuk van de voeding. Wij leden honger. En het gebeurde wel eens dat iemand van ons dus ergens een beetje brood hapte. En zo is dat ook gebeurd, niet waar, herinner ik mij. Dat een jongen dus een boterham had gepakt ergens, ik weet niet meer waar juist. Hij werd dus daarvoor zeer zwaar gestraft in die zin dat hij dus een plakkaat op zijn rug kreeg, niet waar. Ik heb gestolen, zoals dat heet in het Duits toen. Men legde hem, of men verplichtte hem te liggen ergens in de hoek van een zaal. Men legde naast hem een hoop wissen. Dus stokken dus. Wissen. En iedereen die voorbij kon op hem slaan als hij dat wou. Maar deed men dat ook? Sommigen hebben dat gedaan. Ik vond dat als kind zeer hard. Dat beeld heeft mij wel getroffen. Van die jongen die daar ligt, half naakt, met striemen op zijn lichaam. Dat heeft me wel getroffen. Ja, er waren ook nog andere zaken, niet waar. Toen wij in Polen zaten, werd daar door onze zugführer, als ik dat zo mag zeggen, zoals we dat destijds noemden, onze leraar dus, het ijs opengekapt. En waren wij in zekere mate verplicht van in dat ijskoude water te springen. Dat waren allemaal zaken die ons dus moesten hard maken. Ook werden wij soms door bossen gestuurd, zo, 's nachts, heel alleen. Wij moesten dus de angst overwinnen van alleen te zijn in een bos en dergelijke zaken meer. 'S nachts als 9-jarige in een bos? Ik herinner me... Alleen afgezet worden om uw weg terug te vinden? Ja, dat heb ik herinner ik mij beleefd te hebben. Ik heb toen zeer veel angst gehad natuurlijk. Maar... Overwon men dan de angst of kreeg men misschien dan nog meer angst? Moet eerlijk zijn, ergens werden wij dat toch een klein beetje gewoon. We werden aan deze strenge opleiding toch ergens een beetje... We werden onmenselijker, maar we werden toch... Ja. We hebben toch overleefd. Nou, ik vermoed dat daar ook voorzien was in sport en spel. Maar waarop kwam dat neer, dat sport en spel? Dat spel en dat sport, dat was vooral dus gericht... achteraf beschouwd op oorlogsvoering, niet waar. Het was... sluipen, het was u wegsteken, het was stafkaarten lezen, het was uitdoddingsvermogen, het was bijvoorbeeld een boodschap overbrengen die je moest van buiten leren. Niets op papier, om als je dan gepakt werd door de vijand, om dus niet te kunnen verklikken, ja, dus om niets te vinden. Meneer Steenkiste, heeft men kinderen van gevluchte collaboratiemensen na september 1944 in Duitsland ertoe verplicht naar de Rijksschool Vlaanderen te gaan? Ik denk wel dat er een bevelschrijf of een schrijven geweest is van dokter Robert van Roosbroek. Die dus in de landsleiding was. En het ambt bekleedde van minister van onderwijs of zoiets. Ja. En die dus verlangde dat alle kinderen die dus van de, met de mensen, met de ouders naar Duitsland gekomen waren, dat die zouden in de Rijksschool ingelijfd worden. Heeft u die kinderen ook zien komen? Dan zijn er een paar jongens van ons die uitgezonden geweest zijn om naar die verschillende lagers. Waar de Vlamingen verbleven. En die zijn teruggekomen met een ongeveer een 20, 22 kinderen. Dat was één minuut. Oh ja, dat is ook al geen succes geweest. Nee, absoluut niet. Toen de Russen reizen in hun vizier kregen, ging het tijdens een ellenlange spoorreis via de Oder en Berlijn opnieuw naar Ballenstedt. Deze maal werden de jongens daar wel goed ontvangen.
Nog voor de Rijksschool Vlaanderen opnieuw in Ballerstedt was aanbeland, waren twee Vlaamse jongens, Dirk en Koen van de Voorde, reeds in de zogeheten Rijksvuurschule al daar opgenomen. De vader van beide jongens was al van voor de oorlog een overtuigde nationaalsocialist die een opleiding in de leiderschool van de SA, de Sturmabteilung, had gekregen en achteraf in Duitsland had voortgestudeerd. Zijn gevoelens waren duidelijk gebleken bij de geboorte van zijn zoon Dirk. Ik ben bijvoorbeeld geboren onder het Hakenkruissymbool. Een maar niet vlag. Dat symbool. Het was ook echt. Echt als een vlag, letterlijk en figuurlijk. Die vlag was boven mijn wieg gedrapeerd. Tijdens de oorlog gaf vader van de Voorde les aan het Langemarktstudium in Duitsland. Bij het einde van de bezetting trok moeder van de Voorde, een leidster van de D-vlag te Dendermonde, met haar 6 kinderen en een 7e kind op komst naar Duitsland. Nog maar pas waren ze daar aangekomen of ze vernamen dat vader van de Voorde aan het Oostfront was gesneuveld. Bij wijze van troost werden Dirk en Koen in de school van Ballenstedt opgenomen. Van talle kanten waren geëvacueerde nationaal-socialistische scholen daarheen gebracht. Met meer dan 1000 jongens waren ze daar tezamen, alle jonger dan 14 jaar, want van die leeftijd af werden ze naar het front gestuurd. Die Rijksvuurschule, welke bedoeling had die eigenlijk? Dat was een soort militaire pupillenschool, als je wilt. Wij kregen daar een zeer, zeer strenge en zware fysische opleiding. Algemene vakken werden eerder stiefmoederlijk behandeld. En enorm veel sport. Daar werden spelletjes gedaan, veldspelen, gelijk als in iedere jeugdbeweging doen, maar een stuk harder. En hoe werden die veldspelen georganiseerd? Daar werd altijd een sterke en een zwakke groep samengesteld. Die zwakken, dat waren de Bolsjeviki, dat waren de geallieerden. Ik heb nooit meegemaakt dat die Bolsjeviki die veldspelen wonen. Het waren altijd de Germanen of de Duitsers of die wonnen. De sterkere jongens werden geplaatst bij de Germanen, de zwakke... De zwakke die vlogen in een andere groep en die moesten verliezen. Wij moesten klimmen op bergen aan touwen, dikwijls 20, 30 meter diep. Over balken lopen die aan kabels vasthingen. Aha. Over ravijn turnen in de sneeuw, poedelnaakt oefeningen doen. Maar waren jullie dan niet bang als jullie zo werden behandeld? Bang was iets dat niet mocht bestaan. Het was een schande van bang te zijn. Het was een schande van u zwak of week te tonen. Dat hebben ze eruit gekregen. Dat paramilitaire was al in die zin niet meer para, dat wij daar als kind hebben leren schieten met echte geweren, echte kogels. Hoe oud was u toen? Nog geen 10 jaar. Nog geen 10 jaar? Nog geen 10 jaar. En u leerde met geweren schieten? Wij schoten met geweren waar we amper de klop van konden opvangen. Afgezonderd op een berg midden in de bossen hadden de jongens geen benul van de militaire toestand. Zij studeerden, ze oefenden en zongen alsof er geen vuiltje aan de lucht was. Eerst toen hun de werking en de bediening van de panzerfaust werd aangeleerd en de oudsten bij de plaatselijke volkstoem werden ingezet, begon ook tot hen de realiteit door te dringen. Is het niet zo dat u heeft leren schieten op 9-jarige leeftijd met echte panzerfäuste? Dat is juist, maar dat is alleen gebeurd op het laatste. Toen dus de geallieerde troepen zeer dicht naderden, werden wij dus onderricht in de panzerfausttechniek en werden wij zelfs in stelling gebracht in die zin dat wij dus wagentjes gebruikten van een bepaalde mijn die zich daar in die streek bevond, dus als doelwitten. Wij kregen onder andere panzerfausten die groter waren dan wij zelf. We moesten die leren hanteren, we moesten er vertrouwd mee geraken. Daar stonden tanks en panzers opgesteld die buiten gebruik waren, gewoon om er vertrouwd mee te zijn. Het waren echte panzerfausten waarmee je schoot. Echte panzerfausten. Maar zelf hebben we die nooit tegen echte panzers gebruikt. Maar ik vermoed dat als jongens van 9 jaar
met echte panzerfuisten leren schieten, dat er dan ongelukken gebeuren? Dat is dan ook gebeurd. Ik herinner mij dat dus in de groep, ergens verder, want wij lagen dus allemaal in stelling langs een pad, waar we dus die wagentjes moesten beschieten, dat er dus een panzerpauw moet ontploft zijn, want ik heb jongens weten wegdragen met berries. En ik heb die berries nadien gezien en die waren volledig bebloed. Dus wat er juist gebeurd is, weet ik niet of ze dood waren of niet, maar ik heb wel in de gekwetste geval. Achteraf gezien is dat duidelijk, dat je er gewoon opgeleid werd om kanonnenvlees te zijn. Hè? Hoe oud waren jullie allemaal zo? Wel, de oudste waren volgens mij 13 jaar. Want ik herinner mij dat de 14-jarigen op een zeker ogenblik... 14 en ouder? 14 en ouder uiteraard, allemaal vertrokken zijn naar een of ander front. Het zijn westelijk front, het zijn oostelijk front. Dat was zo'n beetje een eer wanneer dat iemand vond dat hij gereed was voor naar het front te gaan, dat hij vertrok. En ik heb nadien, als wij dus na de oorlog bevrijd waren, ja, dan heb ik een van die jongens tegengekomen, die dus ook in Duitse Amerikaanse krijgsgevangenschap, want die werd, ja, ja. En daar was er, zijn er heel veel van omgekomen van die jongens. Ja. Wel toen dat de Russische troepen oprukten en de Duitse troepen weken, dan werd er besloten of beslist dat de school zichzelf zou verdedigen. De school, waren dat de jongens dan? Dat waren de jongens met leiders en instructeurs en opvoeders. En de jongsten die werden weggestuurd. Naar? Die werden naar het station gebracht en die moesten naar huis. Naar huis? Maar daar was wel een soort van begeleiding. De verpleegsterkes en wat weet ik al waren erbij. Maar eens dat je in het station was of dat je op een trein zat, waren die verdwenen, want dat was voor hun zaak van hun veld te redden. Ah ja, die lieten nu aan die lotto. Die moesten bovenop die treinen kruipen. Bovenop de daken van die treinen om mee te kunnen. En zo is het gekomen dat je daar alleen met je broer overbleef? Wel, op een zeker ogenblik waren wij iedereen kwijt. En hoe oud was je broer toen? 9 jaar. Ik was en hij was? 10 jaar. 10 jaar. En daar stonden jullie dan alleen? Wij waren niet blij dat wij in de school weggestuurd werden. Ah. Want wij hadden vrij graag mee die school verdedigd. Wij waren zodanig opgepept en gesensibiliseerd dat dat een eer was van te sterven voor het vaderland, zoals dat heet. Op 9 en op 10 jaar? Op 9 en op 10 jaar, een jonger. Je had de school mee willen verdedigen tegen de Russen? Dat was een evidentie. En u is dan naar het westen getrokken. Was de bedoeling dat u bij moeder terecht kon die daar... Wij moesten dus ons melden in de plaatselijke Hitlerjeugdafdelingen van ons bezirk, van ons de Kruis, waar moeder woonde. En hebt u dan nog moeder teruggevonden? We hebben moeder teruggevonden. Eens dat we in Stade waren, was dat geen probleem meer. Op een zeker ogenblik zijn we dus allemaal nog eens samengekomen. Wat er nog overschoot van onze jongens. De meeste waren natuurlijk weg. De Duitsers die zijn naar huis gestuurd, voor zover dat mogelijk was. En dan ineens zijn al onze leiders ervan ondergetrokken. En bleven wij volledig aan ons lot overgelaten. En leefden wij dus van de afval van het leger dat daar was. Ze hebben u in de steek gelaten, uw leiders? Zij hebben ons zonder meer in de steek gelaten. Waren er ook Vlaamse leiders bij? Er waren zeker, want degene die ons les gaven waren in feite Vlamingen. Het was alleen de kampleiding die Duits was. En ook die Vlamingen hebben u in de steek gelaten? Ja, die waren ineens allemaal verdwenen. Maar na de bevrijding van Duitsland dan, wat hebt u daar nog meegemaakt? Wel, dan zagen wij dus al die mensen uit de concentratiekampen komen. Ja, die waren niet moeilijk te herkennen natuurlijk, aan een pyjama-kostuum. Die waren soms wel eens wreed tegen ons. Die waren natuurlijk verbitterd, ja, ook op ons kind, wij als kinders, niet waar. En er zijn wel eens een paar moorden gebeurd. Ik herinner mij een verhaal dat dus een tent met Duitse jongens, met Duitse kinderen, die dus afkomstig waren van die school, van die Napola,
ergens kampeerden. Zij konden niet meer weg. Mijn ouders woonden zeer ver van de plaats en waren dus afgesneden geweest door het front enzovoort. Dus die zijn dan door die mensen die uit de concentratiekamp waren, het kop ingeslagen. Die zijn daar teruggevonden. Vermoord. Is dan uiteindelijk toch naar België overgebracht vermoedelijk. Ja. En hoe is u daar ontvangen in België? Eerst zijn we nog in Luik geweest, ja. En dan zijn we van de trein van de Luik naar Brussel gevoerd geweest. En dan, als we daar naar die plaats moesten, achter de congreskolom, waar we daar in dat asiel zogezegd moesten verblijven, dat was juist de school gedaan. En dan heeft zo'n madammeke van het repatriëringscentrum daar toch die school opgehuurd voor te zeggen, allez, s'nachts maar eens vast, dat je niet zit erin. En hebben ze u vastgesnakt? Zijn mij niet kunnen krijgen, ik was erop. Als u te Luik nog verbleef, in afwachting dat u naar Brussel werd afgevoerd, hebt u daar klappen rond het hoofd gekregen? Klappen rond het hoofd, ja. Van wie? Ja. Ook van repatriëringscentrum dames. Van die Rode Kruisdames? Ja, zo het kunnen zeggen. Ja. Ja. Het waren heel ouders, hè. En er was een broodbedeling. Maar dat was juist voorzien voor de verplichte te werk gestelde. Ah, die kregen brood? Die kregen brood. En u zelf? En wij hebben dan van die man nog een stukje brood gekregen. Ah, u kreeg? Nee. U kreeg geen brood van het Rode Kruis? Nee. En hoe is u dan met moeder en de kinderen in België geraakt? Het is pas na het beëindigen van de noodlog, begin juni 1945, dat wij door de geallieerden terug naar België gebracht zijn. Wat heeft er zich daarvoor gedaan als u aankwam in, wellicht in Dendermonde? Wel, langs een lange omweg, uiteindelijk in Dendermonde. Daar zijn wij aangehouden geweest door de Belgische veiligheidsdiensten en de gendarmerie. We zijn dan naar het kantoor van de staatsveiligheid gebracht. En van aan het station van Dendermonde tot aan dat Streetlaan, waar dat kantoor is, stond het volk langs de straten op te wachten, uit te schelden, net alsof er een stoet voorbij ging komen. De hoogte van de veer van de Denderbrug komt er plots een vrouw op ons toe. Wij waren met niks als kinderen, waarvan ik de oudste was. Zeven kinderen en moeder. Zeven kinderen en moeder. Wat ons gezin betrof, maar er waren nog moeders met kinderen bij. En van heel dat konvootje was ik dus eigenlijk het oudste kind. En dat volk dat daar stond, zoals u zegt, dat stond precies, te schouwen. Voor een processie, wat deed dat? Roepen? Ja, dat of enkel roepen? Roepen, smijten, schoppen, schelden. En aan de veerbrug komt er een vrouw op ons toe met een matte klopper. En begint daarop op moeder en op andere vrouwen ook te kloppen. Mijn moeder droeg dat kindje van 6 maanden, zeker het jongste. Op een zeker ogenblik is dat uit haar armen genomen. Wordt er zo geschreeuwd en geroepen, smet het in een dender. Als kind vliegt het ertussen, je krijgt er slagen. Enfin, dat was er geharrewar. Uiteindelijk had moeder dan toch dat kindje terug in haar armen. We zijn dan verder gegaan naar die bureau van de veiligheid, maar ook alsmaar verder slagen krijgen, schoppen krijgen. Koen en ik droegen ons tweede jongste, dat amper 2 jaar was, in een draagnetje. En onze vrije handen moesten we op onze kop leggen. Dus ook die meisjes en die kinderen van 2, 3 jaar moesten met hun handjes op hun kop lopen. Maar die vrouw daar met haar matte klopper daar,
Heeft die enkel op moeder geslagen? Nee, die heeft op dat kindje... Op kindje. Hoe oud was dat kindje toen? Het kindje was amper 6 maanden. Dat is, zes maanden? Dat is nadien in de gevangenis bezwijken. En men wilde dat in de dender gooien? Ze wilden dat in de dender gooien. Ze stonden rond te trekken. Die heeft met die mattenklopper er staan opslagen. Waar? Op dat kind? Op dat kind. Die vrouw heeft dus met haar mattenklopper op dat kind van 6 maanden op dat kind, op dat babytje van 6 maanden geklopt. Daar waren gendarmen bij, daar waren weerstanders bij, daar liepen oudere scouts of scoutsleiders met cowboyhoed en zo. En dat kindje heeft daar van letsel gehad? Dat kindje is een paar dagen nadien gestorven. Waar? In de gevangenis. En die vrouw die daar sloeg, wie was die vrouw? Die vrouw, dat was een vrouw uit een verzetsgezin die haar zoon op het einde van de bezetting, bij het aftrekken van de Duitse troepen, is die kerel de aftrekkende soldaten gaan beschieten. En die militairen hebben natuurlijk geantwoord, met gevolg dat die jongen daar gesneuveld is. Die vrouw zal verbitterd geweest zijn, maar in hoeverre. En daar waren gendarmen bij? Daar waren gendarmen. En die lieten, lieten dat gewoon toe. En als wij niet verder gingen, dan kregen wij zo'n kolf van een geweer in ons heup. En jullie zeggen die kinderen dus? Die kinderen en die vrouwen. En hoe oud waren die van het gezin bij jullie? Jij was de oudste? Ik was de oudste van heel dat troep. En je was 11 jaar toen? En ik was toen 11 jaar. Al de mannen hadden ze al lang tevoren gearresteerd. En ook die kinderen moesten dus... Met hun handen op hun hoofd. De kindjes liepen allemaal met hun handjes op. En dan, je mocht dat niet laten zakken, of wat weet ik. Of de en hoe oud waren dan die zustertjes van u en die broertjes? Jawel, die gingen in dalende lijn tot 6 maanden. Dus dat waren kinderen van 3, 4, 5 jaar? 3, 4, 5, 6, 7, 8 jaar. Dat waren alle leeftijden. We zijn dan eerst ondervraagd geweest er op die bureau. De kinderen allemaal, heel die troep kinderen die er was, moesten op de koer met hun neusje tegen de muur gaan staan. Die scoutsleider die duwde iedere keer op uw kop. Als je omkeek voor het geschrijf en het gekres van die vrouwen die in die bureau geslagen werden. Dat waren ons moeders. Ja. En telkens als je opzij keek, kop tegen de muur, bloedneus. En dat was een scout? Dat was zo'n soort scoutsmaster. Of, hè, zo man. En dat was dus al in juni 1945? Dat was in juni 1945. Zoveel maanden na, wanneer dat er, na de bevrijding al. Dat hier alles normaal geacht werd, dat er al orde en beveiliging was voor mensen. Het was niet meer de volkswoede alleen. Hè. Na het einde van de Tweede Wereldoorlog in mei 1945 heeft zich inderdaad in ons land een tweede golf van afrekening met de collaborateurs voorgedaan. Toen bekend geraakte wat er in de concentratie- en uitroeiingskampen was gebeurd, kantte de volkswoede zich, zoals in de septemberdagen van 1944, opnieuw tegen hen die van samenwerking met de Duitsers werden beschuldigd. Maar als je dat meegemaakt hebt toen, en u was nauwelijks 11 jaar, heeft u dat niet getraumatiseerd? Dat heeft enorm getraumatiseerd. Dat heeft maanden, jaren geduurd. Ik heb de eerste weken niet geslapen, niet gegeten. Nachtmerries aan overgehouden. De drie oudste jongens werden in een weeshuis gebracht. De twee meisjes kwamen in een kostschool in Buggenhout terecht. En het voorlaatste kind van 2 jaar, dat is dan opgenomen geweest in een burgergezin. Jij zit dan met je twee broertjes in een wezenhuis beland. Waren het er allemaal wezen? Op de 85 kinderen die er op dat moment waren, waren juist geteld 6 wezen. En de anderen dan? De anderen waren kinderen van het gerecht, kinderen van de commissie, enfin dus verlaten. Hoe lang is u in dat wezenhuis gebleven? Wel, wij zijn er 4 jaar geweest in totaal, bijna 4 jaar, iets minder. En uw moeder, hoe lang heeft die vastgezeten? Moeder heeft 2 jaar in de gevangenis gezeten. En... 2 jaar? En jullie zijn er 4 jaar moeten blijven. Maar als uw moeder dan vrij kwam,
werd u dan na die 2 jaar nee, dan, niet aan uw moeder teruggeschonken? Dan beslisten de jeugdrechter toen, of de krijgsauditeur, weet ik veel wie dat was, dat het niet heilzaam was voor de kinderen, dat het geraadzaam was niet in de verderfelijke huiskring te worden opgenomen. In die 2 jaar, hoeveel keer heb je daar uw moeder mogen zien? De 2 jaar, 3 keer. Drie keer. Achter tralies, achter glas en voor een kwartier. En het ergste, dat was daar één homofiele gedoe. Eén wat? Homofiel gedoe van broeders met jongetjes. Jongetjes onder elkaar, even goed. En dat... Ja, maar kijk eens, meneer Van der Voorde, zou u misschien toch wat concreter willen zijn? Wel, concreet, we kunnen er geen tekeningske van maken, maar... Als je dan na 4 jaar toen waart, of moet je ongeveer 15 jaar geweest zijn, vermoed ik, daaruit dat wezenhuis kwam, hebt u dan kunnen voortstuderen? Nee, als ik dan thuisgekomen ben, ben ik praktisch direct moeten gaan werken. Ik was de oudste van een gezin zonder inkomsten, zonder middelen. En ik ben dan direct uit werken gegaan. Koen was iemand die gelijk was dat ze die staken altijd primus was. En dat vonden wij toch allemaal zonde dat hij zijn kansen niet zou krijgen om te studeren. Verderom moest ik dan gaan werken. En dat was dan nog moeilijk, want wij kregen geen studiebeurzen. Werd overal verschopt en verstoten. U kreeg geen studiebeurzen? Waarom niet? Omdat we zwarte waren. Dat deed toen nog het fonds van de meest begaafden, maar dat had weinig te maken met begaafdheden. Wel, Koen heeft dan meegedaan 4 keer aan een examen voor kandidaat onderofficier. Bleek daar zeer goede examens gemaakt te hebben, dat hebben we nadien van een officier vernomen. Maar is weerhouden geweest op grond van zijn afkomst als in zijn vikkind. De veiligheid had zich daartegen verzet. Maar als u nu terugkijkt, meneer, op die opleiding die u daar als 9-jarige heeft gekregen, tot welke bedenkingen komt u thans? Deze opleiding heeft mij juist in die richting gestuurd wat mijn leiders mij juist niet hadden willen sturen. Dit wil zeggen? Wel, ik ben van militarist, antimilitarist geworden. Ik ben van nationaal socialist, ik zou zeggen internationaal socialist geworden, dus socialist geworden. Ik ben iemand die tegen de rassendiscriminatie is. Ik ben iemand geworden die dus het uniform vooraf stoot, enzovoort. Met andere woorden, ik ben van, als ik dat zo mag zeggen, van een rechtse opleiding gekomen in het linkse kamp. Ik ben volledig links geworden, omdat ik dus daar al die ideeën dat ik zojuist kom doen, terug heb gevonden. Meneer Blondelen, zou u na al die jaren terug de Rijksschool Vlaanderen nog willen overdoen? Absoluut. Met veel animo zelf. Om welke reden? Mag ik vrij spreken? Natuurlijk. Ik ben 48 jaar geworden, dus het is bijna 40 jaar geleden. Ik heb rondgekeken en ik heb ondervonden dat de jeugd, ik spreek dus in essentie van de jeugd, het nu, op dit moment, heel zeker, niet meer zit zitten en ik nog vind. En ik zeg, als dat toegelaten is, dat te publiceren, moesten er zo 100 scholen geweest zijn. Of laten we het bij benadrukt maar 50 zeggen. Dan zou de jeugdcriminaliteit zeker niet zo hoog staan als nu is. Als ik alles beschouw achteraf, ik ben eigenlijk tevreden dat ik het meegemaakt heb. Hoezo? Dat we dus de kracht opgebracht hebben voor alles te doorstaan. Wat dat wij als jonge man moesten doorstaan. En heeft u dat geholpen in het verder leven? Dat is toch, ik denk toch wel dat ik zou mogen zeggen dat dankzij de Rijksschool is dat ik... Dat ge wat? Hard geworden ben. En doordrijver ben.
eigenlijk is het in uw ogen een goed ding geweest. Ik zal het zo niet noemen. Maar voor mijzelf is het toch een harde en goede leerschool geweest.